Op 19 januari was het Mobile Media Lab van de politie aanwezig op het Lindenplein in Brunsum. Als onderdeel van de campagne Nix 18 geeft deze voorlichtingsvrachtwagen jongeren en ouders informatie over alcoholgebruik bij minderjarigen. Dat dit hard nodig is, bevestigt de politie. De overlast wordt steeds erger. En wij hebben het gevoel, maar dat blijkt uit cijfers, dat de jeugd veel meer alcohol gebruikt dan tegenover vroeger. In het Media Lab konden jongeren en hun ouders deelnemen aan een quiz waarmee hun kennis over alcoholgebruik werd getest. Als je 8 biertjes op hebt, hoe lang dat dan duurt voordat het weg is? Daarnaast kon met een virtual reality bril worden ervaren hoe moeilijk het is om een parcours te volgen als je dronken bent. In de aanloop naar carnaval is het belangrijk aandacht te besteden aan dit onderwerp. Zo vindt ook wethouder Servi Lespoir. We staan aan de vooravond van carnaval. Carnaval is toch een feest waarbij je flink gedronken wordt. Daar hoeft ook niks mis mee te zijn. Maar hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de risico's zijn dat je steviger drinkt, dat je schade doet. Wij hopen met deze toelichting en voorlichting dat ouders zich bewuster van gaan maken als kinderen op stap gaan en alcohol gaan genuttigen, wat de consequenties zijn voor de ouders, maar ook voor het kind uiteindelijk. En daarvoor hebben wij als politie, maar ook als wetgever, hebben wij tools voor. En dat willen we hun eigenlijk duidelijk maken. In het Mobile Media Lab gebeurde dat op een gezellige, informele manier. Ik vind het goed, want kinderen moeten leren dat het geen alcohol voor 18, omdat het gevaarlijk kan zijn voor andere mensen en voor jezelf. Wees bewust met wat je doet, denk na en, ik denk de belangrijkste boodschap, ook zonder alcohol, zonder drugs kan het leven heel leuk zijn. Meer weten over de Nix 18 campagne? Surf naar www.nix18.nl.